Welkom weer bij een nieuwe aflevering en dit betreft deze keer een Volvo C70 uit 2003 in donkerblauw met een zwart donkerblauwe kap. Ik twijfel nog, hij zit tussen zwart en donkerblauw in. Die heb ik inmiddels ontgroend, want die was echt groen. Die is inmiddels schoon, dus die kan nu drogen. Een aantal zaken die ik ga doen met de C70. Dat is sowieso interieur reinigen en de twee voorstoelen compleet verven. Want die zijn behoorlijk gehavend door gebruik van de jaren heen. Deursporing heb ik inmiddels al afgenomen en droog gemaakt. Het enige wat mij rest is even stofzuigen en dan beginnen met het leer compleet te reinigen. Zowel de voorstoelen als de achterbank. Uiteraard de rest van het interieur schoonmaken. En dan met name beginnen met de voorstoelen met goed reinigen, opschuren. En dan vervolgens plamuren, want de krakelee is best hoog. Maar dat zal ik je zo meteen laten zien als ik de camera even opgepakt heb. En dan daarna, als dat gedaan is, dus het is weer een meerdaags project. Rest mij het exterieur aanpakken, dus dat de blanke lak weer een goede boost geven, goed polijsten, lakdieptereiniging. En dan vervolgens voorzien van IGL-coating. Maar goed, zover is het nog niet. Ik ga eerst even stofzuigen. En dan zou ik zeggen, wederom weer interessant om te volgen. Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Te vermelden is dat de kap uiteraard als die droog is na een aantal dagen die nog geïmpregneerd moet worden. Zoals je bij de voorgaande video van de Saab 93 hebt gezien. Goed, ik draai de camera even om en dan laat je even zien wat de staat van het leer is. Nou, dit zegt genoeg denk ik zo. Het is behoorlijk, vooral de onderkant is behoorlijk kaal, dus dat is bovenkant ook. En dan de zitting die aangepakt moet worden. Uiteraard de rest even schoonmaken, het stuur even schoonmaken. En maar goed, voor de rest ziet het interieur op zich netjes uit. Ik loop even naar de andere kant. Excuus voor de trillende beelden. En dit geldt eigenlijk ook voor de bijrijderstoel. Ook die ga ik compleet opnieuw verven. Goed, ik zet u weer even terug in de houder. Zo, dus ja, wat ik al aangaf, ik ga eerst even stofzuigen
En dan beginnen met het interieur reinigen. Daarna het leer aanpakken. Wat er gaande is. Ik zal even laten zien dat ik bezig ben met schoonmaken en plamuren. Ik heb het inmiddels ook één keer geschuurd. En nu voor een tweede keer geplamuurd. Dit moet drogen, kan ik het weer opschuren. En dan ga ik morgen beginnen met het verven van de stoelen. Ik loop even naar de andere kant. Wederom. En dat geldt voor deze stoel. Idem dito. Krakelé is allemaal opgevuld met plamuur. Afgeschuurd. En deze stoel ga ik nog één keer plamuren. En dan dat laten drogen, schuren. En dan kan deze ook morgen in de verf. Zo, even terug. Dus tot zover, even een tussenstand. En ik laat je straks weer het vervolg zien. Aanbeland bij de volgende dag. En ik heb de beide voorstoelen al één keer in de verf gezet. Dit kan nog even drogen en dan kan ik over naar de volgende laag. En zo bouw ik het langzamerhand bouw ik het op. Even een preview. Dus het eerste stapje, zoals je met verf altijd betaamt, altijd eerst goede voorbereidingen. Ik ga maar even naar de andere kant. Dit is de bijrijdersstoel, nu voor de eerste keer gedaan. En ook dat bouw je langzaam af. Altijd laagjes voor laagjes, niet in één keer dikke lagen smeren, gewoon laagje voor laagje opbouwen. En uiteindelijk een mooi resultaat inzetten. Zo, kamer weer even omgedraaid. Tot zover. Ik wacht nog even totdat iets wat droger is. En dan ga ik het weer ietsje licht opschuren. En dan ga ik met de volgende laag verf. Dus tot straks. Het leergedeelte is klaar. De voorstoelen zijn geverfd. Ik zal even een korte shot laten zien. En dan uiteindelijk aan het einde van de vlog krijg je van mij nog een keertje het volledige verhaal. Dus ik laat even zien dat... Kijk. Dan lopen we even naar de andere kant. Dat kan misschien nog ietsje vlekkerig zijn, omdat misschien nog wat deeltjes nog wat nat zijn. Maar... Hele verbetering ten opzichte van wat de schade die het was. Goed, ik ga de ramen sluiten, verlichting eruit halen en dan ga ik beginnen met lakdieptereiniging.
om vervolgens morgen aan de coating te kunnen beginnen. En dan heb ik vrijdag om de laatste zaken af te maken, zoals kap nog impregneren, etc. En de laatste zaken daar dan, banden, velgen, dat soort dingen. En, want de wagen wordt zaterdag afgehaald. Goed, tot zover. Ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken voor lakdieptereiniging. En dan over tot het polijsten van de lak. Lakdieptereiniging heb ik uitgevoerd. Ik heb de kap inmiddels ook afgeplakt. En alles klaar liggen om te kunnen gaan polijsten. We beginnen eerst met rotary en daarna afbouwen met excentrisch. Zo, eerste ronde polijsten zit erop. Rotary, we gaan door naar excentrisch. Met medium pad en medium polijst. Zo, excentrisch polijsten zit er ook op. Dan rest wij morgen de lak ontvetten. En dan IGO kwarts plaatsen. Een keramisch coating met een duurzaamheid van ongeveer 24 maanden. Wow, wat een glans. Inmiddels aanbeland bij de volgende dag. En zoals het goed betaamt voor elke beschermlaag van tevoren eerst even ontvetten. IGO kwarts. Inmiddels een stukje verder in de tijd. En we gaan de tweede laag aanbrengen. Kwarts is altijd een two-layer. Niet een 2K, maar een two-layer. Dus dat is het volgende laagje wat erop gaat. Een keer altijd even wat meer op de pet zetten om het doekje te verzadigen voor een betere uitsmeer. De C70 staat in de IGL kwarts keramische coating. En deze kan nu drogen, uitharden en dan ga ik morgen de laatste zaken afmaken.
Tot zover. Aanbeland bij de laatste dag van dit project van de Volvo C70. Rest mij vandaag nog de kap impregneren. Dus ik ga zo meteen eerst de wagen even afplakken. Zodat ik de kap kan impregneren. Dan kan die drogen. Daarna ga ik door met de lak in de IGL Premier zetten. Dat is een sealant die zeer hydrofobisch is. Als afwerking op de IGL kwartslaag. Daarnaast ga ik nog even de banden doen, de velgen doen, het leer nog moet ik nog even voeden. Nog even uitstof zuigen en de ramen aan de binnenkant en aan de buitenkant op doen. Dus ik heb nog het een en ander te doen vandaag. Het is op zich niet erg, heel erg omvattend, maar goed, het moet wel uitgevoerd worden. Ik ga eerst beginnen met de kap impregneren. Dus ik ga even het afplakplastic bij elkaar halen. Xeon wielprotector, fantastische wielspray. Een wax voor de velgen, blijft 6 tot 8 weken zitten. Maakt de velg veel makkelijker schoonmaken, wassen. En, Het project C70 Volvo is ten einde. In zoverre ten einde, ik moet hem uiteraard nog afleveren. Afgelopen dagen bezig geweest met leerherstel van de beide voorstoelen. Die waren slecht tot zeer slecht. En daar heb ik nog knappe stoelen van kunnen maken. Kap gereinigd, kap geïmpregneerd, interieurverdres schoongemaakt, ramen gelapt, binnenkant, buitenkant. De lak in de IGL kwarts keramische coating gezet. Een 24 maanden duurzame keramische coating. Uiteraard het nodige voorbereid aan polijsten en andere zaken. Daarna nog IGL Premier aangebracht na de coating. Dat heb ik vanochtend nog gedaan. Dat is een sealant die super waterafstotend is. En daarnaast heb ik de bandjes gedaan, de velgen schoongemaakt uiteraard en in de Xeon wielprotector gespoten. Zoals je gezien hebt in de voorgaande beelden. Rest mij alleen nog te zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling. En je krijgt van mij uiteraard nog het rondje van de zaak. En wellicht zie ik je in de volgende video. Ciao.